Morgen iedereen. Het is vandaag bevrijdingsdag. En we zijn nog steeds in de Zwarte Haan. Ik loop nu een stukje door de polder om even tip uit te laten. En dan gaan we zo ontbijten. Want de grap is dat ze een soort bezorgservice hebben hier op de camperplaats. Zowel voor het avondeten. Dan kan je dus zelfs kiezen tussen een paar verschillende maaltijden. En het ontbijt. Dus we hebben voor het ontbijt gekozen. Lekker croissantje erbij dadelijk. Bij de koffie. En dan trekken we vandaag weer verder. Ik weet begot niet waarheen. Maar dat gaan we dadelijk bespreken. In een zogenaamd palaver. Tot later. Jongens, ik had het net over een ontbijtservice. Nou, ze zijn binnen hoor. Do, wat heb je daar? Ze zijn warm. Lekker. Dat zijn 4 croissants. Ja. Per persoon. Ik denk dat ze zo klein zijn. Ja, omdat ze... Kijk, zo. Oh ja, jeetje mina. En... Wat doe meer? Die zijn ook net afgebakken. Zo, worden verwend. Absoluut. Nou, dat wordt smullen. Eet smakelijk. Vlak. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, voor de militairen onder ons. We zitten in Garderen. En voor de camperaars ook. Mooie plek bij een restaurantje. Super. Ja, restaurant is uiteraard gesloten. Maar we kunnen hier wel maaltijden afhalen. We hebben net een menukaart geappt gekregen. Ziet er lekker uit. Nou Do, jij moet het maar even tonen wat we eten. Het is heel bijzonder volgens mij. Nou, Do, leg jij maar eens even uit wat dit voor lekkers we hebben. Het voorgerecht. Ja, ja, dan maar heel even. Tonijn kwartzien. Ja, zeker. Super. Heel mooi verpakt. Tonijn met sashimi. Een stukje stokbrood met sausjes. Oh. Dit is het toetje van Rick volgens mij. Eens kijken. Wat had je besteld daarvoor? Witte chocola. Oh ja. Oh, met aardbeien. Maar die zit er zo in vast. En wat zit hierin dan? Dit is de asperges. Nou, eens even kijken. Maar die moeten we nog even warm houden. Ja. Ho. Wow, lekker. Met zalm. Zalm, asperges, kriel, aardappeltjes, ei. Ja, jongens. Nou, gaan wij smikkelen of gaan wij niet smikkelen? Dat ziet er lekker uit. Eet smakelijk, doodje. Eet smakelijk. Dus moet je toch kijken waar we staan, hè? Ja, niet alleen waar we staan. En waar we niet alleen maar staan, inderdaad. Waar we eten, wat we eten. Geweldig, hè? Heerlijk, doodje. Je hebt in ieder geval een fan. Ik heb een fan, ja, altijd. Kijk, hoe lekker je asperges. Met zalm. Ja, het is werkelijk goed. Heerlijk, jongens. Oeh, wacht even. Lekker smikkelen zeg. Heerlijk. Nou hè, tip zit ook mee te kijken. Ik vind het ook heerlijk. Hollandaise, ja. Sausje, botersausje. Ja. Helemaal voor elkaar. Zo vers uit het restaurant. Hoe heet het restaurant ook weer? Gasterij Zondag. Gasterij Zondag. Ja. In Garderen. Nou jongens, je kan er en heel leuk met je camper staan. Maar nog beter, je kan er heerlijk eten. En nu aanraden. Als het restaurant niet open is, komen ze daar je camper bezorgen met een golfkarretje. Nou, hoe luxe wil je het hebben? Oké, jongens, we zijn weer bijna aan het verdwalen. Nee, doen we dat. Op de Veluwe deze keer. En overal zie je waar de wilde zwijnen hebben lopen vroeten. Oh nee, doe maar lekker. Maar... Het is prachtig, het is windstil. Eindelijk is geen wind. Lekker weer. Doos even met de moeder aan het babbelen. En ik denk dat wij zomaar terug gaan. Het is een mooie trip geweest. Mooi hoor. Hoeveel zouden we gelopen hebben? Doodje. Terug naar de gasterij, hè? Ja.
Ik ben veel te ver. Nou zeg ik. Ja, dan zit die 2,8 kilometer. Zo. Dus dat wordt 6 kilometer in de beentjes. 6 kilometer na het avondeten. Ja. Oeh. En we kunnen anders lopen. Ja. Dan is het nog iets langer. Nee. 3,5. Iets langer lijkt me niet verstandig. Nee. Maar goed, heb ik in ieder geval mijn dessertje eraf gelopen. Hé? Hey. In ieder geval mijn dessertje eraf gelopen. Ja, zeker. Poepoe. Ja, na een paar biertjes en wijntjes. En een heerlijk diner. Hoe heet ze ook weer? Bij Douwe en Annie. Douwe en Annie. Douwe is een staalondernemer. Was gespensioneerd. Zijn dochter heeft het overgenomen. En dat is een hartstikke leuk stel. Hij is 78, zij is jonger. En, ja, 77. 77, jonge blom. Jonge blom. En ze hebben samen een reis gemaakt met 6 anderen door China heen, vanaf Nederland. En weer helemaal via Mongolië, Rusland, nou noem het maar op. Zijn een half jaar weg geweest. Ja. Nou, die hebben toch een avontuur beleefd. Er is een boek van geschreven, dat hebben we gekregen. Ja, ik heb er wel wat voor gegeven, want het voelt ze lullig, maar ze wilden het geven. Maar goed, gekocht. Hartstikke leuk. En, echt zo'n dik boek met prachtige aquarellen. Ja. Ze hebben in het nieuws, ze zijn in het nieuws geweest, want ze hebben de rondleider het ziekenhuis ingeslagen. Er was van alles mis met de reisleiding. Echt alles ging fout wat fout kon gaan. Mensen werden ziek onderweg, auto's kregen pech, smeergeld, corrupte reisleiders, corrupte douaniers. Maar goed, het staat allemaal in een boek. Echt superleuk. Maar ze zouden het zo weer overdoen. En ze zouden het zo weer overdoen, ja. Dat is ook het mooie. Smal, hè? Ja. Moet ik kijken? Ik ben er al langs. Deze is langs het bosje. Deze is spannender. Ja, nee. Gaat dat langs het bosje? Ik weet spannender. Nee. Nou, we zijn weer op weg, jongens. We zijn weer vertrokken. Een smal in- en uitgangetje, maar het is niet gelukt. Het was weer een leuke verblijf hier. Ja. Uurtje binnen. Ja. Wordt alweer bijna als van ouds. Maar er zijn wel plekjes hoor. Ja, het is toch druk. Ja. Nou zeg, iedereen wil weer naar het strand. Kijk maar, hier rechts. Kijk. Maar hier is plek genoeg. Ja. Kijk, caravans. Ja. Eerst eventueel een plek. Ik ben net een auto gevormd. Nou, nog niet heel druk, hè? Nee, het is nog niet heel druk, maar het zit er wel aan te komen. Kan hoor. Voor die prullenbak? Ja, voor die prullenbak ga ik staan. Hé! Hey, het wordt aanzienlijk drukker, hè? Hier wordt het kouder. Ja, hier wordt het kouder. Ja. Dat stuk is lekker warm. Ja. En wat een gele verschijning. Mooi hoor. Zonnig hè? Zonnig. Heel zonnig. Mooi. Even kijken hoor. Ja, het is iets drukker, maar het valt er nog wel mee hoor. Ja, het valt ook wel mee. Valt wel mee. Die normale, ietsje normale drukker. Normale tijden zou ik je voorstaan met dit weer. Ja. Kijk, kom. Mooi. Oh, lekker. Kom maar. Weet ik nou echt boos om kan worden? Dat je van die ASO's hebt. Het is nu laag water. Dus je gelukkig zag ik het. Even op zijn Rotterdams gezegd, die pleuren dat gewoon in het water, weet je dat? Een bierflesje, gebroken bierflesje. Je moet er toch niet aan denken, als je met hoog water, met je kinders of alleen met je hondje, in dat glas trapt.
Wat een asociaal gedrag vind ik dat. Goed, dat ben ik ook weer kwijt. Ik ga het mooi in de bak gooien. Opdo. Een echte vlogger filmt altijd. Altijd. Ook al is het allemaal al 10 keer gefilmd. Ja. Wat altijd nog weggooien. Ja. Toch, Tip? Dat is het voordeel van digitaal. Zo is dat. Jongens, het is alweer hartstikke druk, hè? En dan is Nederland nog ineens echt open voor de Duitsers. Voor de Duitse camperij. Ja, je moet een vaste aansluiting nog hebben op het rioolnetwerk. En dat heb je nog niet. Ja, dacht ik. Zeeland dan, hè? Ja. Ja, ja, de rest van Nederland mag iedereen overal alweer komen. In Zeeland zijn ze wel wat strenger. Oh, ineens. Er zit wel een zwemmer ook, weet je. Zie je dat? Bij de kikkers. Was het meer, ja, hij heeft meer water dan. Ja, ja. En gewoon in het water lekker... beetje rommelen. Ja, ja, niet echt zwemmen. Nee, maar heeft hij ook wel. Als je stok gooit gaat hij wel, maar anders... Dat is een stom naar elkaar te kijken. Leuke stap, hè? Nou, hoe wordt dat niet gefilmd, Do? Anderhalve meter, kijk maar, gaat allemaal goed. Anderhalve meter. Goedemorgen, Jan uit Zeuden. En we gaan eens even kijken. Eén dingetje, mijn excuus. Maar Do die heeft het raam niet schoongemaakt. Ik kan niet zo mooi filmen vandaag. Kijk eens, allemaal insecten. Joh, dat is niet zo mooi, hè?